Ik sta hier naast Ria, de meest markante horecaondernemster vanaf vandaag. Hoe voelt dat? Ja, natuurlijk fantastisch. Groot feest, een grote eer en niet verwacht. Ja, het is toch iemand die een enorme uitstraling heeft. Bij het gesprek met de jury was eigenlijk van begin af aan duidelijk dat zij hele hoge ogen zou gaan gooien. De manier waarop ze presenteerde, de manier waarop ze deed, de dingen die ze heeft aangepakt, hoe ze door moeilijkheden heen is gekomen. Dat is toch wel typerend voor een hele markante horecaondernemer. Ja, wat ze zelf al even aangaf, dat ze al best wel heel lang een horecaondernemer is. En dat ze ook als vrouw het best wel een tijd redelijk moeilijk heeft gehad. En ik vind het persoonlijk heel leuk dat het een vrouw is. Is dat ook nog, heeft dat meegewogen in de keuze? Nee, eigenlijk niet. Kijk, als je goed uitgaat van emancipatie, dan moet je gewoon uit van gelijke kansen en gelijke mogelijkheden. En dat is in dit geval ook zo. Maar het is gewoon hartstikke goed. Ja. En we hadden natuurlijk 2 van de 3 genomineerde waren vrouwen. Ja. Het is toch tekenend dat zij in staat zijn, dus in deze tijd met hun enthousiasme, er gewoon bovenuit te komen. Dus de regionale winnaars en daarboven nog een paar mensen die nog wat extra's hebben. En dat bij elkaar, dat heeft haar tot winnares gemaakt. Ria Joosten. De komende 2 jaar ga je volgens mij deze titel houden. Wat wil je de horeca meegeven voor nu in ieder geval? Nou, het is heel laat om dat allemaal mee te geven. Maar nogal wat. Ik wil meegeven dat men moet samenwerken met andere organisaties als alleen horeca. Ik wil ze meegeven dat ze moeten kijken naar jonge mensen die werken. Goed moeten kijken naar vrije tijd. Reële werkbalans en vrije tijd moeten creëren. En dat wij heel veel van elkaar kunnen leren door elkaar kwetsbaar op te stellen. Dus ik heb wel wat te vertellen, maar ook te vragen. Nou, dat is hartstikke goed om te horen. Ik zou zeggen, geniet nog heel erg van deze avond. En volgens mij gaan wij de komende tijd nog heel veel van je horen. Dankjewel en ik ga vooral genieten. Goed zo.